Zandafgravingen in Saramacca geschieden op een hele verantwoordelijke wijze. Dit zegt de districtscommissaris van Saramacca, Lakshmi Narayan Dubai, naar aanleiding van klachten vanuit de burgerij. Landbouwers in het district klaagden namelijk dat hun gronden onder water kwamen te liggen als gevolg van de zandafgravingen. De DC zegt dat er hiervan geen sprake is. Wat ik kan zeggen is dus dat er niet zoveel afgravers zijn in Saramacca. We hebben, dacht ik, een viertal. Ja. En zij mijnen dus zand. En elke week wordt door GMD de metingen verricht, et cetera. Conform de vastgestelde standaarden die er reeds jaren bestaan, wordt er dus gegraven. En wanneer we dus merken dat iemand over de schreef had, dan gaan we gelijk op de handrem. Wel mag ik u zeggen, dus dat we heel eerlijk kunnen zeggen dat de mensen de dieptes zich houden aan de dieptes aangegeven door GMD en zich ook houden aan de afstanden die men moet bewaren van de buren uit. Je mag niet bijvoorbeeld tegen de schutting van de buur gaan graven. Normaliter mag dat ook niet. Normaal doe je geen zandafgraving, maar je mag bijvoorbeeld geen gootje of slootje vlak naast de schutting van een buurman graven. Dat mag niet helemaal verboden, wat wel vaker voorkomt op Saramacca. Maar bij metingen is dus gebleken dat de concessionarissen zich wel keurig aan de regels houden. De burgervader van Saramacca vertelt verder dat de landbouwgronden in Saramacca vaak onder water lopen omdat het district omringd is door grote zwampen. De zwampen zijn wel voorzien van dammen, maar kwadwilligen maken er ook een gewoonte van deze kapot te maken. Er zijn mensen zelf die de dammen bij de zwampen doorsteken. Wanneer dat water dan van de zwamp terechtkomt op de velden en dat moet afgevoerd worden naar de Saramacca rivier, dan zijn er niet al zodanig zulke zware leidingen die dat water kunnen brengen naar de rivier. Dus er is dan sprake van een overcapaciteit met het gevolg dus dat erven en percelen onder water gaan lopen. Men moet ook weten dus dat de burgers, de andere burgers in problemen zitten. Wanneer ergens er een kleppendeksel is geplaatst, haalt men het weg. Voor eigen voordeel, maar nadeel van de buren, nadeel van de anderen. Dat is één. Twee is, we hebben dus zeker de afgelopen 2 jaren gezien dat het waterspiegel van de Saramacca rivier blijft stijgen bij regentijd. Nou moet u weten dus dat wanneer het regenseizoen is en het waterpeil van de Saramacca rivier is hoog, dan kun je niet afvoeren richting zee. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubai van Saramacca in gesprek met onze nieuwsdienst. Volgens hem is er dringend behoefte aan grote sluizen in het district. De burgervader hoopt op korte termijn in deze behoefte te voorzien.